Ja, we moeten het even hebben, vrienden, over de tranen van de kakelenden. Ja, dat heb je natuurlijk overal al wel gezien. Hè? Bij het programma van de Twan. Ja. Ja, vrienden, weet je wat het is? Ik vertrouw het gewoon niet. Nee, ik vertrouw het niet. Nee, ik heb gewoon, nou niet zozeer grote twijfel, maar ik vertrouw het niet. Nee, want stel je nou, het lijkt erop alsof dat dus gewoon zomaar ontstaan is of zo. En dat een soort van spontaan is allemaal en dat daardoor die emotie is ontstaan. Nou, vergeet dat nou, vrienden. Alles wat je ziet op televisie, dat is allemaal bijna gescript en het is uitgeschreven en is allemaal bedacht en niks is zomaar. En dat is in dit geval ook zo. Wat denk je nou? Dat de hele PR-afdeling van D66, die hebben zich hiermee bemoeid. Dat is één. Dan hebben we ook nog eens een keer te maken met het ministerie van Financiën. Die hebben zich hier ook mee bemoeid. Want die kakelende kan daar niet zomaar gaan zitten en doe maar wat. Nee, dus elke vraag die daar gesteld wordt, dat is allemaal van tevoren bekeken, bestudeerd en goedgekeurd of afgekeurd. Dan hebben we natuurlijk het filmpje met die kinderen van de kakelende. En dat is ook allemaal gescript, vrienden. Daar zit geen verrassing in. De kakelende weet precies wat er gaat komen. En de Twan, nou ja, ook zo, de Twan van de afdeling onbetrouwbaar. Ik weet niet, is bijvoorbeeld het wereldkampioenschap Gluiperts, is dat al gehouden? Zo niet? Dan moet Nederland hem alsnog sturen, weet je hem nog? Hij moest zo nodig Holleder een platform geven, de Twan, ja. En daarna ging hij ontzettend zitten floppen bij RTL, weet je dat nog, de Twan, ja. En die Twan, die is altijd uit op effectbejag en op van, kijk maar, scoren en zogenaamd onder een motto journalistiek, gaat verdammen. En de Twan, die slaat nu weer toe, ja, met dit. Want het is allemaal ingestoken, vrienden. En dat kon je ook zien. Want zij ziet het filmpje van die kinderen. De kakelende. En die probeert dan zoiets als te huilen. Het zag er niet uit. Nee. Het zag er niet uit, vrienden. Het is dan dit zo. 1, 2 en dat was hem dan. Geen traantje, niks. En dat is dan. Dat doen ze dan bij de kakelende halen. Nou, en vrienden. Nee, dit was geen vertoning, dit. Dit was zo doorzichtig. En heel deugend Nederland. Ja, bij de Opeen en bij de Jinek. En die trouwen, ja, die gingen er allemaal vol voor. Oh, die kakelende was zo zielig. En dit en dat. Ja, nou, natuurlijk, ja. Nou, de hartelijke groeten voor iedereen daar. Jullie en ik, wij trappen er niet in. En wij weten één ding zeker. De kakelende kan niet huilen.